Ik heb vandaag een knoop van Anatoly Zigarev. Het is de diamantknoop. En ik ga gewoon meteen even aan de slag. Dus, ik had in eerste instantie zoiets van, goh, hij lijkt een beetje op de rally knoop. Maar het is eigenlijk alleen dat onderste slag die er een beetje op lijkt. Het is er een die je knoopt met de dunne zijde van je das. Dus dat is weer hartstikke fijn, want dan zit je meestal al heel erg goed met de afmeting. Ik heb mijn brede kant heb ik aan mijn linkerkant, de dunne zijde rechts. Dit is een vrij zachte das. Ik heb het idee dat als ik hem wat steviger neem, dat hij dan wat lekkerder gaat. Alleen, die heb ik niet in de kleur blauw. Niet in dit formaat. Dus, ik ga hiervoor. Ik knijp links af. Ik haal hem al naar het midden toe. Vervolgens ga ik rechts over. Ik haal hem achter daar, achter langs door. Ik ga hier mijn eerste lus creëren. Ik ga rechts achter langs door. En ik haal hem nou door die ene lus die ik nu net heb gemaakt. Zo. Wat ik nou krijg is dat ik hier nu een tweede lus krijg. Die hou ik in de gaten, want die heb ik zo nodig. Dus ik kan deze eerste lus, die kan ik al wat strakker aantrekken. Niet te. De tweede lus hou ik wat losser. Goed. Nu ga ik met deze das. De ene zijde achter het dasgedeelte. En haal ik hem door de lus die ik nou net heb gemaakt. Zo. Ik kan wel iets aantrekken. Niet te veel, want ik heb deze lus nog steeds nodig. Want wat ik ga krijgen is dat ik hier achter deze lus heen ga. Zo. En door de lus die ik nou net heb gemaakt, terughalen. Wat je wilt krijgen is dat dit gedeelte, dit gedeelte gaat verbergen. Dus ik kan nou rustig aan de das aantrekken, her en der. Achter trekken gaat, als ik hier achter trek, gaat deze wat strakker zitten. Hier achter trek ik dit gedeelte mee. Zo, goed. Dan krijg ik de laatste slag. Die lijkt een beetje op de rally. Dat is dat ik hier schuin naar beneden rechtsonder ga. En vervolgens door deze laatste slag weer terug naar boven ga. Goed, overtollig stukje das. Stop je achter je kraag. Kraag omlaag. De knoop groot vasthouden. Aantrekken. En hiermee heb je je timerknoop van Anatoly Zigarev te pakken. Ik vind het een mooie forse knoop. Hij past er precies bij. Let op dat je je rimpel en je das goed hebt zitten. Je hoort er gewoon, die hoort er ook echt bij. Laat me weten wat je ervan vindt. Is redelijk. Vooral omdat je al die lussen hebt waar je constant doorheen moet. En je moet onthouden waar je aan moet trekken om de volgende start te krijgen. Maar op zich moet het goed komen. Veel succes. Dress for success. En vond je dit een fijne video? Laat me weten.